boodschappen doen voor zijn vrouw, hè? Ja. Maar ja, hoe dan ook, ze hebben hem zo in één keer in deze kerk gestampt. Omdat ze vonden dat hij niet opschoot bij de kassa. Ja. Ja, hij heeft Parkinson, hè? Dus het duurt altijd even voordat hij het gepast heeft. Dat zeg ik. En mensen is weer veilig vandaag de dag. Ze maken je af voor je pincode. Weet je wat het is? De mensen hebben geen principes meer. Mensen hebben geen tijd voor kletspraatjes. We blijven koffie. Nou zeg, ik ben even met de klant in gesprek, ja? Laat de klant er maar aan mij over, hè? Hallo. Hey, waar zijn we mee bezig? Hoe bedoelt u? 5 kilo en niet meer. Maar het is net gewogen. Het was 5 kilo. Niet als we van alles nog gaan bijgooien, hè? U bedoelt die zakdoek? Ja. Als ik even niet oplet, komt er een heleboel achteraan. Nou, wat wilt u nou? Dat ik het er weer uithaal? Ik zal hem voor deze keer apart rekenen. Mijn moeder is hier vanochtend geweest met de was. En er zat mijn geld van hem in. En nou is het weg. En? Ja, 5 gulden. Van mijn verjaardag. Ja, nou dacht ik dat u dat misschien gevonden had. Kan je al lezen? Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen. Misschien ligt er nog in de wasmachine. Mag ik even kijken? Alles wat ik vind gaat in deze doos hier. Ik begrijp het nog steeds niet. Het ene moment zie je helemaal niks. En dan zomaar uit het niets. Leg nou nog 1 keer uit. Breek jij je hoofd er maar niet over. Wat? Maar dat is... Hey. Wat is er? Wat is dat? Wat is er? Ja, dat is die. Ja. Meneer? Zit er niet bij? Ja, had je maar beter op je spullen moeten letten, hè? Ja, maar... Nou, wegwijs, ik heb nog meer te doen. Hallo, ik wil zijn geld terug. Zijn jullie er nog niet weg? Fruit opgezouden, Mieters. De zaak uit. Slotapen. Alleen met tevreden klanten, hè, pa? Dan denk ik geloof ik allemaal dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Het idee? Je moet ze in de gaten blijven houden. Ja, maar ja. Je kan natuurlijk niet overal op letten, hè? Hoe bedoel je? Vals geld. Vals geld? Ja, groot probleem tegenwoordig. Vanwege die euro, hè? Die valse munters moeten van hun voorraad af. Wat jij nodig hebt, is een lamp. Een lamp? Een vals gelddetectielamp, waarmee je kan zien dat vals geld niet echt is. Hiermee kun je alle echtheidskenmerken in 1 oogopslag controleren. Met deze apparatuur haal je alles wat vals is er zo tussenuit. Hier. Is het geen plaatje? De Moneyscan 2000. De Howard. Ah, tante Cor. En wat moet het wel gaan kosten? Bofkont. Normaal gesproken zijn die dingen niet te betalen. Maar ik heb een partijtje goedkoop op de kop kunnen tikken. Hoeveel? Jij krijgt hem van mij voor een familieprijsje. 300. Wat zeg ik? 250. Ex natuurlijk, maar inclusief eurostekker. Nou? Genoeg gelachen. Gaat deze maar vast in de 8. Pa, luister nou. Denk eens aan de besparing, pa. 2, 3 valse 100's en je hebt je geld er alweer uit. Dag, Albert. Ik ga er geen 250 gulden uitgeven om naar mijn eigen geld te kijken. Zo'n lamp in de zaak geeft je een veilig gevoel. Doe het dan alleen voor je gemoedsrust. Van die 250 gulden lig ik een hele week wakker. Vergeet het maar. Je bent een dief van je eigen portemonnee, hoor. En het valse geld haak er ook zo wat tussenuit. Daar heb ik een tweede zintuig voor. Weg met die rommel, hup. Nou, dan niet. Dan moet je zelf maar weten.
Ze zoenen. Juist. Maar dat mag toch op een bruiloft? Ja, maar het is niet zoals mensen kussen die elkaar feliciteren, Jaap. Je kent die man toch wel? Dat is meneer Vermeend van die bank hier verderop. Oh. En dit is mevrouw Vermeend. Oh. Maar wie is dat dan? Ja, in ieder geval niet mevrouw Vermeend. Goed dat ik dat gezien heb, zeg. Had die man wel moeilijkheden mee kunnen krijgen. Nou, deze maar een beetje anders afdrukken. Wel zonde van de compositie, hoor. Nog meer troep? Prima handel. Maak je niet druk, is zo weer weg. Ja, dat zei je van jezelf ook. Al maanden geleden. Wanneer voeg je nou eindelijk eens de daad bij het woord? Ik heb die ruimte nodig. Snel, zodra ik deze lampen verkocht heb. Ik heb al wat op het oog. Alleen zit mijn geld nu nog even in deze money scans. Hè? Valsgelddetectielampen. Jij bent niet toevallig geïnteresseerd. Nee, en ik zou niet weten wie wel. Ik geef toe, er is een klein marketingprobleempje. Mensen beseffen pas dat ze een money scan nodig hebben als het te laat is. Maar daar werk ik nog aan. Heb jij misschien een schaar en wat fotolijm? Theo heeft een foto waarop die man van de bank van verderop het doet met een vrouw die niet zijn vrouw is. Oh, geef hier. Ja, kan jij die voor mij even... Ja! Ik ga maar even naar beneden, denk ik. Ik ben even fotopapier halen. Ik meen het hoor, Albert. Mijn geduld raakt op. Komt allemaal dik voor mekaar. Echt. Mijn zoon zegt dat jij 5 gulden hebt ingepikt. Wie zegt u? Mijn zoon. Was hij vanmiddag met zijn kleine broertje? Meneer, het eten staat in de oven, hoor. Tot morgen, hè? Dag, Jaap. Nou? Een jongen met zijn broertje? Niet gezien, hoor. Geen kinderen meer aangehad, hè? Hé, Jaap? Maar dit is toch de enige wasserette hier? Ah, nou begrijp ik het. U bent geloof ik in de war met die wasserette in de Hoogstraat. Dat is hierachter. Ja, dat is een hele nare man. Er zijn wel vaker klachten over. Ja, ik weet toch zeker dat ze... Hé, die hier vergis ik maar van meer gemaakt, hoor. Ik krijg zelfs post van hem. Ja. Nou, als er verder anders niks is... Sorry. Ja, ik dacht... Begrijpelijk. Weet u wat? Ik zal het u even wijzen. U gaat hier de straat uit. En dan 2 keer rechts. Dan lopen we er zelf tegenaan. Nogmaals, sorry, hè? Geef niks.